Goedendag, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl en we beginnen opnieuw met de temperaturen in Europa. Diepvrieslucht vinden we nog steeds alleen in Rusland en in Lapland. Echt winterweer daar. In de rest van Europa is het uh, of kwakkelen of gewoon absoluut geen winterweer. Wel veel sneeuw deze dagen in het open gebied. Nou, bij ons hebben we natuurlijk ook winterse perikelen. Maar van echt winterweer kunnen we natuurlijk nog niet spreken. Temperaturen blijven overdag nog steeds ruim boven het vriespunt uitkomen. Vandaag werd op veel plaatsen zo'n dus 4, 5 graden, enkele plekken zelfs 6. Maar de weerkaart is wel winters te noemen. Er ligt een lager drukgebied ten westen van Noorwegen en daaromheen wordt ijskoude lucht aangeblazen. Eh, vooral hoger in de atmosfeer, op zo'n 5 km hoogte is de lucht min 35 tot min 40 graden. Nou, dat is echt polaire lucht. En we zien dan ook terug dat er op veel plaatsen winterse buien vallen. Soms sneeuw, soms natte sneeuw en hagel en geregeld ook nog regen. En dat komt dan vooral door die warme Noordzee die voor onze kust ligt. Diepe inwaarts is het vaker sneeuw. En in landen als Duitsland en bijvoorbeeld het oosten van Frankrijk valt ook voornamelijk sneeuw. Dat zien we ook als we de boel in beweging zetten. Dat lage drukgebied bij Noorwegen verandert nauwelijks van plek. Maar de neerslaggebieden wel. Die trekken allemaal via de Britse eilanden Europa in. En zorgen ja, in verschillende landen voor slecht weer. Met name in de Alpen kan het ook morgen weer stevig sneeuwen. Daarna hier en daar wat sneeuwval in Duitsland. Britse eilanden hebben veel winterse buien, met vooral sneeuw in Schotland en het noorden van Engeland. En als we dan de weersituatie van zondag 0 uur kijken, zien we dat het lage drukgebied nauwelijks is opgeschoten. Het is van West Noorwegen richting het zuiden van Zweden getrokken. En bij ons houden we dus ook dan nog steeds die aanvoer van die hele koude van de Noordpool afkomstige lucht. En opnieuw geldt ook nog steeds, via de Noordzee komt het onze kant op. Dus van echt winterweer kunnen we ook zaterdag en zondag nog niet spreken. Maar wel winterse omstandigheden. Temperaturen vanavond dicht bij het vriespunt. De buien worden daardoor weer vaker winters. Vaker natte sneeuw, soms ook droge sneeuw. En het kan dus ook glad worden. Temperaturen gaan in de nacht onder het vriespunt komen. Dan neemt de buigheid af. Maar de natte wegen die gaan natuurlijk wel bevriezen. Daar waar vanavond al gestrooid wordt en er nog één buitje overheen komt, kan het vooral verraderlijk zijn. Want dan spoelt het zout weer weg en vriest het op. Dus let op. Verwacht niet dat het overal goed gestrooid is later in de nacht en ook morgenochtend vroeg niet. Het kan verraderlijk glad zijn. Die winterse buien die trekken zich terug tot de kustprovincies. En als we dan naar morgen overdag kijken, dan valt er een enkele winterse bui in het westen, midden en noorden van het land. Over België trekt een gebied met sneeuw en natte sneeuw. Dat kan heel misschien de zuidgrens bereiken. Vooral het zuiden van Limburg maakt daar enige kans op. Het kan ook zijn dat het net zuid van Limburg blijft de rest van het land dus enkele buien, van tijd tot tijd zon, minder buien dan vandaag. De wind is ook wat rustiger en het wordt 3 tot 5 graden. Van morgenavond en in de nacht na zaterdag neemt de buigheid weer toe. En zaterdagochtend trek je die buien dan weer weg en de rest van de zaterdag ziet er grotendeels droog uit. Weinig wind, 2 tot 4 graden, maar in de nacht na zaterdag dus wel weer plaatsen glad. Zaterdagavond en in de nacht na zondag opnieuw een toename van de buigheid. En ook zondag overdag verwacht ik enkele winterse buien. 3 tot 5 graden s middags, dus in de middag is het voornamelijk regen en niet zo vaak sneeuw. De wind neemt weer in kracht toe. En ook maandag winterse buien en de dagen daarna lijkt dat eigenlijk ook nog aan te houden. Daarbij kabbelt de temperatuur tussen de 0 en de 5 graden. De kans op nachtvorst neemt vanaf dinsdag wel toe, we zien de nachten duidelijk kouder worden. Dan nog even de kans op sneeuw. Nou, die is ook duidelijk aanwezig. Morgen bijna 75% en in het weekend en de dagen daarna ook steeds zo tussen de 30 en de 60%. Dus de winterse neerslag die houden we voorlopig. De nachten worden kouder, maar overdag geen winterweer, dan steeds 3 tot 5 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.